Is een, dit is een red flag. Every woman should know this. Als een guy zegt, all my exes are crazy, all my exes, oh they're all psycho. They blocked me because oh, I heard this one. They blocked me. They blocked me because they can't deal with how like, good of a man I was to them. And they couldn't deal with all the love I gave them. That's why they blocked me. Welkom vrouwen toilet. Yes? Everyone ready? Stilte. Welkom op het vrouwentoilet. Dankjewel. Ik heb je eigenlijk uitgenodigd. Ja, eigenlijk ben je stiekem mijn vriendinnetje. Maar ook super creative. We kennen jou natuurlijk als spoken word artist, mm -hmm. schrijver, zangeres, journalist. Doe heel veel interviews. Ik schrijf opiniestukken. Mensen herkennen me als activist vind ik een raar label. Mm. Maar ik heb wat demo's georganiseerd. Nu dus vertaler. Ja, ook. Dat is nu ook een soort van een ding wat ik ja. ben nu. En je doet ook uh, boeken inspreken. Ja, oh ja. Voice ik, ben, actor. ik ben een voice-over. Ik ben een voice-actor. Ja. Goedemiddag iedereen. Ja. ja. Me. <laughs> <laughs> dus dat doe ik ook. Oké, okay, dan hebben we volgens mij alles wel gehad. I, ja, dat is het allemaal. Er komt nog vast wel meer bij over de jaren heen. Maar voor nu is dat het. Ja. ja. En waarom ik je eigenlijk hier wilde hebben... was om te spreken over relationships. Toxic relationships. En zelfliefde. Ja. Yeah. Um, omdat wij allebei een beetje, nou ja, daartegen aanlopen. Mm -hmm. Dus hoe beter dan het gewoon hier op camera en op audio te bespreken ja. met de rest van de wereld. Als je ergens misdrukkelt, moet je ook gewoon publiek op een podcast het erover hebben. Dat is denk <laughs> ja. ik het beste idee wat je kan doen. Therapy where? Therapy where? I can do it for free. Yeah. Uh, bij Lia. Ja man, it's been, it's been rough, I think for both of us. Ja, het is inderdaad heel moeilijk om yeah. uh, überhaupt... Te daten nowadays en vooral met zeg maar de, de achtergrond van corona. Mm. En als het dan wel lukt, dan is het nog moeilijker eigenlijk. Ja, de reden waarom ik het erover wilde hebben is omdat ik dus de laatste situatie, de laatste, mijn laatste relatie is uitgegaan. Mm -hmm. En uh, het gaat even niet om de persoon per se in kwestie. Um, we kunnen wel heel leuk zeggen: uh, naam en de hele situatie is bekend bij de redactie. Want jij. Bent eigenlijk ik ben de, de hele jij bent de redactie, de hele situatie ken jij jij was erbij jij hebt hem nog soort van gezien jij hebt het helemaal meegemaakt en die is uitgegaan en toen keek ik terug op die relatie en toen dacht ik holy shit ja hier zijn dingen gebeurd die eigenlijk iedereen moet weten allemaal ja. red flags die mensen moeten kunnen herkennen vooral vrouwen ja. because if you don't know it you will get ja dan val je in die val eigenlijk ja. Ja. ja 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 en wat was voor jou eigenlijk, ik bedoel, misschien is het makkelijker als we beginnen bij waar het begon, want hoe ben je überhaupt in dat net verstrikt geraakt, toch? <laughs> want nee, maar ik denk ja. dat we altijd, zeg maar als vrouwen, dan hebben we altijd een soort van, oh, maar je zou beter moeten weten, oh, ja. maar je bent zo'n oh, slimme meid. Ja. maar oh, maar, beetje dat dat victim blaming eigenlijk. Ja. Maar ja. uiteindelijk, als je er eenmaal in verstrikt raakt, dan kom je er ook niet zo makkelijk meer uit. Dus hoe is eigenlijk die verstrengeling begonnen om überhaupt in die relatie te zitten? Ik denk dat inderdaad de corona-context belangrijk is om te, om te zeggen. Mm -hmm. Omdat we eigenlijk allemaal thuis zitten. Ja. En dus allemaal een soort van. Als je vooral single bent, denk je: oké, okay, hoe ga ik dit nu doen? Do, hoe kom ik aan mijn needs? Ja, nee, toch, sommige mensen Intimiteits, Je weet ja. En hoe, hoe doen we dat? En het, ik was een vriend van. Via FIA kende ik hem. En ik heb, ik heb me uitgevraagd because I am. Assertief. Assertief. <laughs> um, ik denk dat hoe ik verstrikt ben geraakt in het net. Het is, echt, het is echt heel erg moeilijk om voor mij uit te leggen wat er daar precies is gebeurd. Mm. Um, ik denk dat ik op het moment niet genoeg zelfliefde had om door te hebben wat er aan de hand was. Mm -hmm. Even voor context: deze persoon. Is, um, is heel veel unfaithfulness in het spel geweest. Yeah. Er is heel veel soort van halve waarheden in het spel geweest. Yeah. Er is um, gewoon emotionally abusive. Ja, yeah, yeah, zeker die relatie. zeker emotioneel misbruik, als, zeg maar, met wat yeah. ik weet. Ja, yeah. yeah, gewoon putting me down, yeah. making comments about my body. Yeah. gewoon echt, dat is uiteindelijk de conclusie van de situatie geweest. Yeah. Dat, dat ik, um, dat ik merkte van ik voel me, ik voel me niet meer de confident person that I am. Yeah. Dat ik aan het einde van de relatie terugkeek en dat mijn vrienden ook zeiden van you? kind of weren't yourself anymore. Nee, je was ook echt niet jezelf. Het was niet zoals, meer... Zoals, zeg maar, want ik heb eigenlijk in die relatie ben ik, zijn mm. wij naar elkaar toegegroeid. Mm. En zoals ik zei ook meerdere keren tegen jou van, maar dit ben jij niet. Dit, dit hoeft... Dit, dit, en... Deze gedachten, ah. en deze manier van spreken, this is not you. Het is zo, het is zo grappig hoe die, hoe die soort van strong woman shit can get you into a pickle in the, in the yeah. sense that... mensen zeggen steeds tegen jou van... you are the strong woman, you are supposed to know this. Dus wanneer het met jou gebeurt, denk je... no, that's not happening to me. Ja, je weet toch een soort van ontkennen. I, if that happens to me, then I'm gonna know. Je ja, weet je toch, gaat I'm, het echt ontkennen. Ik ga het zien, ik ga het weten, want... mensen zien mij als de vrouw die alles weet, die sterk is. I'm not, I'm not the one to deal with no bullshit. This is, um, weet je, het ligt vast aan mij. Ja. En die shit, dus dat je, dat je, dat je een ruzie hebt en dat je die ruzie doorgaat tot vijf uur s ochtends, gewoon iets iets wat eigenlijk waar jij niet begonnen bent, die ruzie is begonnen door de andere persoon. Ja. En aan die eindevent, het gaat zo lang door dat jij op een gegeven moment zegt, oh sorry, terwijl je hoeft niet sorry te zeggen. Ja. Maar op een gegeven moment ging ik zo internaliseren dat alles mijn schuld was, had ik dacht, oké, okay, het is een soort cognitive dissonance. Cognitive dissonance is een een term van het psychologie waarin Mensen als, er, als ze een persoon ontmoeten en ze hebben het idee dat die persoon goed is, ja. als er één soort van slecht ding omhoog komt, dan zeggen ze oh, dat ligt vast aan mij, want die persoon is verder gewoon goed. Ja. Dus dan soort van ontken je alle soort van negatieve alle dingen. Negatieve dingen ja. En ik heb dat heel erg gehad. Ik dacht van iedereen kent deze guy, deze persoon, als this een amazing ja. woke person. It ja. must be me. Ja. Maar dat is ook wel echt altijd wat. wat uh, 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 om in dit geval alleen dan te spreken over mannen en in, in, in het, mm -hmm. hetero relaties, mm -hmm. um, wat bij mannen heel vaak gebeurt, is dat het hele charmante mensen zijn. Het zijn hele leuke mensen. Het zijn echt mensen waarvan andere mensen die niet met hun in relationele sfeer zitten, zitten. Echt, echt denken van die moet je op handen en voeten dragen. En dat, en dat ja. is eigenlijk het moeilijke van uh, uh, abusive men. Weet je wat de laatste tijd ook weer heel erg speelt, is dat we vergeten dat die hele charmante mensen juist, zeg maar, die mensen zijn die al die shit doen. En nu... ze komen ermee weg omdat ze zo exactly. charmant zijn. Ik ben nu op het punt dat ik gewoon, als ik een charmante guy ontmoet, ik vertrouw het gelijk al niet. Ja. Ik vind het horrible. Ik ben ja. sowieso. Veel achterdochtiger geworden. Ja, zeker. Want because je hebt heel he... lang aan jezelf getwijfeld. Dus als Precies. Ik zeg altijd van... I'm picky, but I still pick the wrong people. <laughs> Damn, yeah. Yeah. <laughs> ja. Ja. Maar even, dus dit is mijn, <laughs> mijn eerste ervaring met echt... dat ik nu wel kan zeggen, oké, okay, I was emotionally abused. Wat super bizar is om jezelf mee te confronteren. Because yeah. once again, I thought I was a strong woman. Maar dat ben je alsnog, hè. Maar <sighs> ja, weet je, het is, niemand, niemand is sterk en... en, 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 en zeg maar, goed genoeg om daar doorheen te gaan. Want voor die mannen, voor die mannen die dat doen... Mm. hun doen het al hun hele leven. En dat is wat ik later ook achterkwam, hilarisch genoeg. Ik, ik heb een keer op Twitter gezegd en people crusaded me. You remember this? Mensen werden echt boos, maar I stand by this. Als jij exen hebt en ze, ze, en ze haten je allemaal... Then you Lijf, is the problem. Je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn. Ik ben ook niet vriend met allemaal exen. But if none of them can greet you in the street... als echt they hate you... En yeah. de ding, dit is een dit is een red flag. Every woman <laughs> should know this. Als een guy zegt all my exes zijn crazy, all my exes, oh they're all psycho. They blocked me because een... oh, I heard this one, they blocked me. They blocked me because they can't deal with how like, good of a man I was to them. And I couldn't deal with all the love I gave them. That's why they blocked me. They, they're, 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 they're guilting me because, like, ja, man, het is makkelijker voor zo'n mij gewoon weg te zetten als die bad guy, toch? Dan kom, komen ze makkelijker over me heen. Die shit gewoon zo. Ja, ik, ik hoor je compleet. Red ass flag. Yeah. run girl. Ik ben echt, run. zeg maar, ik ben in principe cool met al mijn exen. Um, en er zijn er echt twee that have made me a better person in life. Ik zou echt. Ik kan nu zweren op mijn moeder. Als ik deze twee guys niet in mijn leven had gehad, dan was ik nu niet de persoon die ik ben. Same. Ik heb wel? echt ook relaties gehad. Guys, women, that made me a better person. Ja, Maar ik heb ook niet per se uh, echt relaties gehad met abusive people. Maar I have dated abusive, abusive people. Weet je wel. Yeah. En dat ik echt ook op een gegeven moment dacht van. De, early, zeg maar, de eerste kenmerken zijn gewoon hard en cold behavior. Ah. Eerst heel veel geven, heel veel liefde. En love die, bombing. Ja, niet eens per se alleen de love bombing... maar gewoon heel veel geven, heel veel liefde... en jou echt het gevoel geven van... oké, okay, ik wil echt met je zijn en ik wil echt mm. met jou door. En op het moment dat jij bevestiging vraagt van dat gevoel... dan gaan ze cold. Je, op het, dat is zeg maar die, die What Are We question waar iedereen yeah, zeg maar yeah. al het grapjes over yeah, maakt. Yeah, yeah, yeah. Maar dat is het uiteindelijk wel, want je geeft iemand langere tijd het gevoel van ik wil met jou zijn en ik heb het naar mijn zin met jou, om vervolgens dan weer op het moment dat die persoon die bevestiging vraagt, een stap terug te nemen en cold te gaan. Het is zo eng hoe wij allemaal dezelfde ervaringen hebben. Weer basically de like je zegt en dan like, oh my god, dat was het. Ja, yeah. gewoon vragen om hey, I feel a little bit. En er is echt geen no shame in dat. Ik ben nu oud nee. genoeg om te weten van hey aan je partner te vragen van hey I want to be reassured yeah. want ik voel me een beetje ugly today or I feel fat today or I feel shitty yeah. today or I feel something today yeah. especially als je how um, am I gonna say this especially als je non monogame situaties yeah. wil hebben yeah. dan is die uh, reassurance trust trouw is heel, heel belangrijk erg belangrijk um, but the minute you ask for that dan ben jij het probleem dan yeah. ben jij onzeker dan ben jij weet yeah. toch? ja yeah. terwijl juist oh, in, in shit, juist in niet Zeg maar niet traditioneel monogame relaties. Mm -hmm. Is het zeg maar juist belangrijk om die vertrouwensband te hebben en die, die veiligheid ook bij je partner dat dat elk gevoel waarmee je zit uh, uh, dat je dat kwijt kan. Want mm. ik heb zelf ook in een, een, een niet monogame, niet open relatie, maar poly uh, gezeten. Very important difference. Very important difference. Laten we dat ook even uitleggen. Open relatie gaat meestal meer om. Uh, Seks eigenlijk things, yes. en dat is meestal ook meer dat uh, jij met je partner monogaam zijn, maar dat een van de twee uh, of allebei uh, mm. alsnog op seksueel gebied kunnen doen wat ze willen. Yep. Een polyamoreuze relatie is eerder: ik heb een relatie met jou en mm -hmm. ook nog met een ander persoon, of wij met z'n drieën samen als in één gezamenlijke relatie. Daarin zijn variaties, ja. maar het is een belangrijk verschil, want um, de relatie, ik had, ging niet om seks, zeg maar. Nee, nou Laat het zo zeggen, ik zie nu, als iemand een open relatie wil, denk ik niet dat dat, dat voor mij is. Ben nee. ik tot de conclusie gekomen? Nee, en denk... dat, dat vond ik toen ook al eigenlijk. <laughs> <laughs> nou, kijk, whatever, whatever you allow your partner, het moet altijd in. Het moet beide kanten op het kunnen moet al, werken. Beide kanten op kunnen werken en het moet altijd in gesprek zijn. En in vertrouwen. En als dat gesprek er niet meer is. Dan, 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 is, dan is dat geen relatie, ja. zeg maar. Mm -hmm. En dat is op een gegeven moment wat er gebeurde bij mij. En voor mij nu heb ik gewoon de keuze gemaakt van... yo, I guess I'm just a traditional woman. Ja, maar dat, dat is ook echt fine. helemaal fijn. Ja, yeah. zeker weten. Um, zeg maar, polyrelaties poly zijn ook heel, heel erg complicated. Ik heb gelukkig toen iemand gehad die mij de vrijheid gaf om dat te ontdekken. En, en ik kwam gewoon op een dag thuis en ik zei... yo <laughs> Funny story. Hey, <laughs> was by the way. Ja. <laughs> ik heb gevoelens voor een meisje. En, en ik vind haar superleuk. En ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen. En, en, weet je, en het borrelt gewoon een beetje. En hij was like, you know what? Aight. 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 Doe gewoon wat je moet doen. Probeer het te ontdekken. Wanneer je echt denkt van, oké, okay, het is serieus. Dan let's talk again, weet je wel. Mm. En heel veel mensen hebben natuurlijk die vrijheid niet. En die keuze yeah. niet om dat te ontdekken. Maar het kwam ook omdat... Hij en ik gewoon zo'n fucking goede basis hadden. Gewoon zo'n goede foundation met communicatie yeah, en we hadden, like, we hadden gewoon nooit echt fights. Weet je. We hadden gewoon discussies en, en 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 gesprekken. En het was gewoon echt letterlijk van: yo, ik vind het echt niet tof. En it hurts me. Hmm. En toen hadden we het er gewoon over. Want uiteindelijk was het soort van: oh, something happened. En ik verwachtte dat je er op A-manier mee om zou gaan. Maar je ging er op B-manier om. En B-manier is niet de manier die ik wil. Dus hoe komen we of bij A of bij een alternatief? Wat voor, wat voor ons allebei werkt. Weet je wel? Wat jij, wat jij toen ook tegen mij zei, ik bedacht bij een Supermercado. Oh ja. Yeah. Maar je zegt het, je, je zei het vaak. Je zei het, iedere gevoelens hoeven niet logisch te zijn. Oh yes. Je weet toch ja. als jij je op een gegeven moment shitty voelt ergens over. Of als jij voelt van: hé, hey, dit werkt niet dan moet je dat gewoon kunnen zeggen. Maar ik voelde me zo erg in een hoek geduwd in die relatie. En dat is die abusive side. Dat hè? is dat die abusive een soort van elke keer ja. alles, maar, alles moet logisch zijn, alles moet soort van feitelijk zijn. Terwijl gevoelens, emoties en al die zijn niet feitelijk. En right. Ik right. vond dat jij heel erg niet de kans kreeg om gewoon te zeggen van... Yo, I'm not cool with this. Ja, ik, <laughs> voel, me gewoon, this. ik voel me hier gewoon kut over, punt, ja. klaar. En en zonder ik, dat je het moet verklaren of exactly. moet goedkeuren of whatever. En dan het moment, het moment, elke, zeg maar het moment in het latere stadium dat ik dan zei van... Hey, ik voel me hier toch niet helemaal cool mee. Want dat zou eigenlijk gewoon moeten, toch? Als je een goede relatie hebt van hey I kind of don't want this. I want to go slower. I want to take it slower. I want to do less, I want to have less interaction. Ja, yeah. um, yeah, dat dan was dat dan, dan flipte de persoon. Ja. Yeah. En wat jij zegt, ik ben ook niet iemand die echt. Ik bief niet echt met mensen. I doe maar niet met mijn partner. <laughs> I don't beef with people either. Maar uh, then I call the Nee, uh, nee uh, ik, uh, ik bief niet. Ik bief ook niet met partners. Ik heb nooit, ook nooit echt gevechtig aan mijn partners. Dus als je ook merkt, nog een red flag. Als je merkt dat je opeens heel ander persoon bent. Dat, in je, de buiten reda, jezelf dat stapt. je buiten jezelf gaat stappen. Dat je opeens een wel heel veel gaat schreeuwen. Ja, nee, man. Nee. Heb je. Wat was voor jou een beetje het. Ik bedoel, I mean, I've, ik heb het zeg maar van, van dichtbij gezien. Dus probeer een soort van voor de luisteraar. Er is nog meer gebeurd wat jij ook niet weet. Dus misschien. <laughs> Oké, okay, we gaan even een date plannen na dit. Ja, we moeten we zo, zo doen. Uh, maar wat was voor jou eigenlijk het keerpunt dat je dacht van... Oké, okay, this, this is not right. Het, keer, het keerpunt voor mij? Het ah, is zo moeilijk om te zeggen. Want je hebt zo'n elgepakt gepakt als vrouw dat je gewoon... You feel ashamed. Hey, maar ik, ik snap die schaamte. Shit, ik bedoel... I have you believe. seen my online shit na Temptation Island? Ja. I get the oh shame. I get the shame. Oké, okay, nou... Here we go. Ik zat in een auto met de persoon in kwestie. En die zei toen. Uh, we hadden het over de branding van andere mensen. Um, en toen zei hij: Ja, weet je, sommige vrouwen. die branden zich heel sexy op, het, op Instagram en zo. En jij doet dat niet. Sowieso vind ik, ben ik daar al een beetje allergisch voor. Mm. Like, ik ga niet. Just because I don't show my titties. Er zit een bepaalde aanname achter. Je weet toch? Iemand yeah. anders neerhalen because they do. Like, that's their business. Like, that's not. Weet toch? I have nice tits, dus I'm A, gonna show like them. Like, I'm not like waar, waarom zou je ons tegen elkaar opzetten? Dat vind ik al een beetje een beetje, yeah. een beetje sneaky. En toen zei hij, um, ja, maar deze, deze chick, weet je, zijn wel echt heel mooi en zo. Dus dan zij profileren zich op een bepaalde manier. En kijk, uh, jij bent ook wel mooi, dit is een direct quote. Jij bent ook wel mooi, maar je bent niet zo mooi dat iemand me gaat proberen. Je gaat proberen van mij af te nemen. Je weet toch? Mm. I will take your girl. Ik zei, je weet dat niet, bro. <laughs> Jij weet dat niet. Nee, maar vind je, vind je dat? Want dat was voor jou het keerpunt. Dat was voor mij. <laughs> ik zie dat mensen echt. Ah, kijk, van, wat. Dat was voor mij een moment waarop ik. Ik zat in die auto. Hij zat naast mij. En ik denk: wacht eens even. All, all along, this was not me. This was you. You On, are insecure. Yeah. Jij bent insecure. This is not me. En er knapte echt iets bij mij. En toen opeens. Ging terug in de relatie kijken en toen zag ik dat die momenten er vaker zijn geweest. Mm -hmm. Dat mm -hmm. er iets gezegd is over my looks. En yeah. you know, putting me down. And do en dat me. is ook weer een abusive uh, tactiek om zeg maar langzaam een beetje een beetje, een beetje van je self-confidence ja, af te breken. Want hoe minder uh, secure en zelfverzekerd jij bent, hoe makkelijker het is om jou te manipuleren. Absolutely. En hoe meer afhankelijk je wordt van de. Um, hoe noem je dat? De reassurance zeg maar, van je partner. Want jij blijft zeg maar, elke keer maar opzoeken van: Oh, maar ben ik mooi? Ben ik pretty? Like, yes. Ik moet het van jou horen. Yes. Ik wil dat jij me dat gevoel geeft. Mm -hmm. En dat komt omdat die persoon eigenlijk alleen maar constant aan het weghakken is. Mm -hmm. dat, dat jij eigenlijk die sterke vrouw bent die je nog steeds bent. En hier is de grootste gag van alles: is dat toen ik het uitmaakte, zei hij tegen me. nou, echt al een super lang. Wat ze ook heel veel doen is dat eigenlijk. wanneer het uitgaat, they will use everything against you. Ja, dus je wordt elke elk slipje die nog bij hun thuis is expect them to text you about it. Expect them to call. Je yeah. weet toch alles. Je moet eigenlijk met de strategie erin gaan. Vooral je vriendinnen bijhouden because they can, you know, drive there so, and yeah, get the stuff buffer, and do whatever buffer Buffers Ja. Yeah. Ik maakte het uit en toen zei hij... Ja, ik denk wel dat het goede keuze is. Ben echt trots op je. Je staat nu wel eindelijk wel op je grenzen man. Dat heb je echt heel lang niet gedaan. En toen dacht ik, you raggedy bitch. You knew. Je wist het. Ja. Yeah. Zoals we in de in de strafrecht zeggen. Willens en wetens. Ja, ja. Jij wist dat je over mijn grenzen ging. Ja. Dus eigenlijk nu, dus nu ga ik heel anders relaties in. En ik, hij ja. heet dit, want het is bijna. Ik zit echt heel erg te lezen: van respecteert een persoon mijn boundaries. Ook ja. al is het super klein. Ook al is het dit glas, staat hier. Ik wil heel graag dat het hier staat en die persoon moeft het toch. Ja. Gewoon. En je wordt bijna para, para gewoon ervan. Je wordt je een soort van paranoïde, Want ik merk het nu ook, zeg maar, niet alleen door wat er is gebeurd na Temptation Island... maar ook gewoon algemeen in... Ik ga ook heel veel met mannen om, weet je, als in vriendschappelijk en zo ook. En je, weet je, je hoort de gesprekken, je hoort, ja. Oeh. Weet je, je hoort hoe ze, hoe ze doen. En ik denk dat heel veel mannen soms onderschatten wat voor blinde vlek zij hebben, wat betreft hun machtspositie tegenover vrouwen. 100%. En, en, en wat voor impact ze hebben op het leven van vrouwen. En mm. ik vind het soms heel, heel bizar dat ze dan alsnog soort van in een wereld leven waarbij ze de vrouwen al zeg maar, de slechtere kunnen neerzetten. Terwijl dan hoor ik het verhaal aan en dan denk ik echt. Sir, je weet toch dat. This is not what happened. Je either. weet toch dat. Je weet dat die situaties dat, uh, dat ze altijd zeggen van. Als, ze, als één guy tegen zijn mat, die zegt, she's a hoe... Ja, dan geloven ze het direct. Iedereen gelooft het. Ja. Yeah. If one girl says aan haar male friend, hey, he assaulted me. Oké, okay, maar is dat wel? En ook als vijftig vrouwen het zo. doen, dan geloven ze het ook is dat niet. Is dat wel gebeurd? Of als een stuk of tien vrouwen het zeggen tegen, tegen een Matty of iemand, geloven ze het ook niet? Het is echt vermoeiend, man. Hip Hop Nederland. Oh. Um, oh. <laughs> dus. Nee, je hebt gelijk. Ja, het is gewoon zo. Je en, hebt helemaal gelijk. En Ik. ik ik persoonlijk ben iemand die heel erg rekening houdt met de grijze gebieden. Weet je wel, mm. um, um, communicatie is gecompliceerd, uh, seks is gecompliceerd, relaties zijn gecompliceerd. Ja, maar als tien mensen brand roepen, dan moet toch echt wel iemand 112 bellen. Als snap tien je? mensen zeggen daar er ook is brand. Ja, 100. exactly. Maar um, inderdaad, mannen vertrouwen mannen sneller. Mm. Dus ik, ja. Ik, ik, uh, ik, ben, ik, ik blijf nog even op mezelf, man. Reworking the damage that was done. Ja, zeker. Je moet echt jezelf rewiren -en, en, en opnieuw indelen... met wat jouw prioriteiten zijn en, en wat voor gevoel jij hebt. En... Ja. Ja, 100. Ik, ik, ik weet dat het heel lastig is mm. om überhaupt hierover... Want het, het is inderdaad die schaamte. En die schaamte, als je, die, als je daar aan toegeeft, ja. dan... It's gonna break you. Want ja. je durft er dan niet meer over te praten. En je, je, je durft zeg maar niet meer uh, om hulp te vragen, bijvoorbeeld. En dan raak je alsnog geïsoleerd. En dan winnen zij ook na Die een relatie. isolatie ook. Ook echt een red flag is als ze opmerkingen gaan maken... over bepaalde vriendinnen van je. Mm -hmm. Van, oh ja, she doesn't like me. Of als ze juist heel Misschien erg naar je vriendinnen gaan. toe gaan. Om, of, of ze bellen jouw vriendinnen. Ja, ik, wilde, ik, ik wil, is het goed het als het ik manipuleren. je vriendinnen bel? Want ik wil gewoon even met, uh, met ze praten. En dan drie uur lang bij mijn vriendinnen bellen. En dat ze dan zeggen, yo... Honestly, ik weet niet waar hij het over gehad heeft. Hij vroeg dingen over jou, maar. Like... Ja, het is manipuleren. Want dat is hoe ze pro proberen aan jouw omgeving te laten zien. van kijk hoe hoeveel ik om jou geef. Ja, ja, ja. De, ze noemen het. Ik heb, ik heb dus heel veel gelezen over narcisme de laatste paar maanden. Mm -hmm. En dat noemen ze flying monkeys. Dus dat een abuser, zeg maar, andere mensen gaat proberen te zoeken. die dan hem geloven. zodat hij ja. ze kan inzetten tegen jou. Ja. En ook inderdaad isoleren van het je het omgeving. Het is gewoon recruiten. Recruiting people to yeah. believe him. Ik zeg maar echt een key. De, echt het, wat mij gered heeft, is jij, andere vriendinnen, die gewoon zeiden: luister dan, vriendin. Volgens mij ben jij gewoon een onwijs, leuke vrouw en zo. Ik weet niet wat. Als jij je in any way niet goed voelt in deze Rela. Skip het. Skip het. Hallo, ja. Maar er is een soort. Het is bijna alsof je in je brein addicted bent aan de rollercoaster of het. Nee, maar dat is je bent addicted to het is die manipulatie waar je gewoon een victim van bent geweest. Ja. En daarom vind ik het altijd heel lastig want vooral vrouwen van kleur wij horen heel snel van ja, maar je bent een sterke vrouw of you should know better. Mm. En waarom waarom vertrouw je hem dan? Maar like, wij weten niet wie we wel en niet kunnen vertrouwen. Want als, me, als we ja. iemand wel vertrouwen, dan is het soort van, <laughs> van je had beter moeten weten. Vertrouw je iemand niet, niet is het soort van waarom vertrouw, vertrouw je hem, hem niet? niet. Ja. ja, dus het is soort van we we, we kunnen daarin niks goed doen. En nee. niemand... Mannen zullen niet van zichzelf, maar ook niet van de mensen die zij kennen en de mannen om hen heen toegeven van, hé, hey, dit is gewoon een manipulatieve lul. Dat gaan ze gewoon niet doen. Ja, eh? Which is fine. Ik snap dat. Nou. Nee, maar in de zin van, ik snap dat het niet gebeurt. Ja. Maar geloof Zou dan wel gebeurt. de vrouwen die het wel zeggen. Ja, because je? Yo, je matties zijn problematisch, bro. Ja. Kijk even in de camera. Bramatisch doen fuck up shit. Even dat je het weet. Yeah. They probably do. Because we all know a woman that's been assaulted. Wij kennen allemaal een vrouw die iemand gedaten heeft, die gewoon maar abusive ook. is. Maar none of these men know a dude that has assaulted a woman. Something's not adding up. Yeah. Je weet het toch? The math is not math. The math baby. is not math. <laughs> en die, wat je zegt over. Um, shit, wat zei je? Overtrusting ja. is ook een red flag als iemand zegt waarom vertrouw je me niet? Ja. Waarom vertrouw je me niet? Omdat ze gedrag laat zien dat je, je moet niet me kan gewoon vertrouwen. vertrouwen. Ja. Vert vertrouwen is niet iets wat je gewoon kan doen, het has to be earned. Ja. Je moet me 100% vertrouwen. Je begint, vertrouwen. Je begint zegt... ook wel met een soort van een hoog vertrouwen van iemand want daarom ben je in een relatie. Ja. En dan dat vertrouwen wordt steeds meer afgebrokkeld en hoe meer het afbrokkelt hoe meer die persoon eigenlijk begint te zeggen, te spreken over vertrouwen, in plaats van het te laten zien en het te laten groeien. Mm -hmm. um, wat ik heel erg merkte, is dat op, heel accurate, ja, op, op, op het moment dat ik eigenlijk begon uit te spreken dat ik uh, die persoon dan niet vertrouwde, of in ieder geval begon te twijfelen aan mijn vertrouwen, merkte ik dat het heel erg ging naar, maar ik doe mijn best. Ik doe zoveel voor jou. Oh. Ik, als je iets nodig hebt, moet je het laten weten. Als, je, als, als ik wat voor je kan doen, dan tell me. Um, als je, Maar yeah. als je, als je, als je... I did. You just didn't want to do it. Maar dan doe je het alsnog niet. Oeh, snap je? Dus, yeah, yeah. En ook wat heel erg, heel erg snel gebeurt, is dat je dat je, zeg maar, je relatie wordt gegijzeld. En daarmee wil ik zeggen dat um, op het moment dat je in, tegen con conflict aanloopt of tegen een, een discussie of iets dergelijks, mm. dan wordt de relatie een object wat, wat je heen en weer kan schuiven over de tafel. Als je snapt wat ik bedoel. Geef, geef nog even. Ik bedoel even. zeg maar dat um, mensen moeten deze goed, goed voelen. Ja, deze is lastig. <laughs> want hoe leg je dit uit? Het is soort van net als hoe ze een scorekaart bijhouden, ja. weet je wel? Van ja, 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 maar jij hebt dit gedaan of ik heb dit voor jou gedaan of je weet je, ja. jij zei toen dit of jij hebt ja, toen dat gedaan. Maar ik doe dit dus. Waarom kan ja, jij ook en... niet? En in je relatie, wat ze dan doen in je relatie, gij ze Dus op het moment dat, dat die persoon het idee heeft dat ze terugtrekken, dan is het soort van. Ja, maar deze relatie is van ons. Wij willen dit, zeg maar. Dit wilde jij toch? Dit, zeg maar, het wordt als een soort van hoe sommige mensen een kind gebruiken, zeg maar, dat, dat is wat ja, ze dus met je relatie thing, doen. Jij hebt, jij hebt het recht. To change your mind. Ja, je kan gewoon van gedachten veranderen. Hoezo wil je mij niet meer dan? Vind toch dat soort dingetjes? Ja. Dus je wordt heel erg gegijzeld en die, die ja, relatie wordt een maar... soort van object, maar het is niet tastbaar. Dus je kan er ook niet om vechten, zeg maar. En dat is zeg maar de, de, <laughs> de ding wat ze heel snel doen, is, is echt om jou het gevoel te geven dat that you're the crazy person Gaslighting. We didn't even touch on the gaslighting. Ja, oh mijn god. Als jij op een gegeven moment het idee hebt van ik moet het gesprek gewoon opnemen. Ja, ik moet gesprekken gaan opnemen. Ik moet voice-memos hebben. Ik moet voice-memos hebben, want ik, ik vertrouw gewoon niet. wat Heeft hij dat echt gezegd? Maar nou, hij is saying maar I... Ik weet zeker Op het dat moment. Ik dat heb zo opgezegd, maar hoezo? Op het moment dat je aan jezelf gaat twijfelen, uh, zeg maar, in. Algemeen, mm. dus in like, meerdere vormen van jouw communicatie. Mm. Dan is dat zeker wel uh, niet om red flag eindeloos door deze episode heen te gooien. Nou, maar ik vind het... dat in, mensen moeten wel gewoon weten. Want ik, ik wist dat ik, ik begon met mensen over te praten. En toen kwam ik erachter dat iedereen zo'n situatie heeft gehad, maar dat we het ja. gewoon niet genoeg erover hebben. Ja. En dat, <laughs> gaslighting is letterlijk jou het gevoel geven dat je gek bent. Al is het om wat je zegt, of om wat je voelt, of om wat je meemaakt. En ook zeg maar de schuld bij jou leggen ook mm. heel veel. Het is een beetje een combinatie van die twee eigenlijk. Ja, het making you dat jij je gaat twijfelen aan je eigen realiteit yeah. and that can drive you absolutely mad ja yeah, yeah. Absoluut. en dat heb ik mad. ook heel en dat is ook een beetje wat wat eigenlijk hand in hand gaat met de victim blaming mm. en de uh, emotional abuse mm. um, als je terugkijkt naar die relatie wat was voor jou echt het moment dat je dacht ik Zeg maar, like I know the turning point. Daar hebben we het over gehad. Weet je, mm -hmm. dat was toen hij eigenlijk liet zien van. Toen hij dat zei. Op de een of andere manier was het over mijn lichaam en mijn luxe. Dat, dat is iets wat me echt knapte of zo. Ja, dat is niet iets precies. expliciet. Ja, voor maar mij. Wat was voor jou echt van: Dit is niet oké. Okay. Hier kan ik niet mee door. Hier moet ik echt mee kappen? Want een turning point is meestal een like mental decision. Dat was een mental decision. Ik denk dat het moment, op een moment dat ik echt dacht: Van je kan op een punt komen, dat is echt heel erg en hij heet dat, maar dat je gewoon een beetje wacht van iemand. Dat je mm. eigenlijk eigenlijk is het gewoon zo. Te, je kan eigenlijk niet meer naar die persoon kijken zoals die was. En ik denk dat dat was toen ik, het, um, toen ik het uitmaakte en de persoon zei ja, maar misschien kunnen we nog in de toekomst toch iets proberen en dan dat we elkaar misschien één keer per in en twee weken of zo zien. Dat we niet echt daten maar wel je weet toch dat we elkaar wel zien en zo. En dat ik dacht oh So, you want even less commitment? <laughs> With all the perks of me, maar gewoon nog less commitment. Hun zoeken eigenlijk toenadering. Niet omdat ze willen checken if you're okay, ja. maar omdat ze ja. weer die controle willen. Ze ja. willen weer in jouw leven kunnen. En ze willen weer. Ja, die, die, die handen om je keel kunnen zetten. En dan ja. I'm not talking about the freaky way. Weet je wel. <laughs> het is gewoon echt. Ja, ze willen gewoon weer gewoon ja. die macht over jou nou, hebben. Kijk, laat me het wel zeggen. Um, ik, ik weet dat dit allemaal te maken heeft met gewoon mental health issues. Ja. Mensen, mensen handelen zo niet. Het is de manifestatie gewoon... van, van zijn mental health issues. Exactly. Die, die zijn en dan word jij damaged daarin. Ja. 100%. Um, maar laat ik het zo zeggen. Um, Sommige mensen gaan relaties aan, denken dat ze relaties willen, But really, they just need a therapist. <laughs> ja, toch? You just need a therapist, man. Net zoals sommige mensen een hondje nemen en really, you just need a roommate. You just need. A... <laughs> dus, ik, dus ik zeg maar, ik, ik wil hem vergeven. Hey, ik wil hem vergeven voor mezelf. You needed help. I became collateral damage. That's sad. I didn't deserve that. Ja. Yeah. Maar ik ga je vergeven, man. And I still hope you live a good life and have a working relationship. En dat hoop ik ook voor mezelf. Dus dat wil ik wel gezegd hebben. Ja. Dat vind ik heel sterk van jou. Ja. Wat yeah. de guy, that fuck me up, fuck you. <laughs> <laughs> en daarom Dit kunnen we eruit knippen. Yeah. Maar... <laughs> nee, maar dat wil ik wel gezegd hebben omdat ik denk. Nee, maar van... ik snap het heel goed hoor. Ik heb ook zeg maar, dingen meegemaakt met mensen waarvan ik ook nog steeds denk van, weet je, that was just a manifestation no of, your of your trauma, of your youth. But, you and know. Het is fijn. Zo zijn we allemaal wel iemand bad guy, om het zo te zeggen. Zeker. Ik denk ook wel dat er iemand... Is er iemand? Is er someone? Not me, because I'm a great person. Maar... <laughs> <laughs> not me, I'm great. Ik denk niet alles... Ik probeer wel, als er dingen fout gaan... gewoon wel sorry te zeggen aan personen in kwestie. Ja, maar dus sorry ik wel is soms niet soort van... gewoon echt oprecht. That doesn't oprecht. mean you're not a bad guy anymore. Nee, is true. Het kan zijn dat ik inderdaad de bad guy ben. Maar ik, ik hoop niet dat... Dit, dit is wel something else. I'm yeah. meer, toch? Oké, okay, that being said... 50 cent uh, aan tijd is op om hier op toilet. Well, damn. Heb je het idee dat je alles hebt gezegd wat je moest zeggen? Is het off your chest? Uh, nou, het is nooit echt off my chest, denk ik. Ja. Ik denk dat het pas off my chest is als ik zelf ook gewoon een heel lang therapeutisch traject ga doen. As we all need to do. Als we allemaal moeten Maar, uh, um, bijna. Bijna. We zijn er bijna, Oké. Okay. Ja. Nou, Zaira? Thank you so much for being Thank here. Thank you. En het, het oprechtheid over iets wat nog echt best wel recent is. Like these are fresh wounds. Uh, echt, de scars zijn er nog steeds niet Girl. eens. Ze zijn echt nog vers en open en <laughs> het komt van alles en nog wat uit. Yeah. Vergeet je handen niet te wassen. And I'll see you the next time. In onschuld. <laughs> Dank je wel. <laughs> Dit was het Vrouwentoilet. Vergeet niet je handen te wassen, te subscriben, te commenten en te liken. Check ons ook op Instagram, het Vrouwentoilet, voor leuke content, comments en andere leuke dingen.